Al wekenlang wordt er reclame gemaakt voor die ene dag en veel winkels maken er zelfs een hele week van. Black Friday. Een dag die in het leven is geroepen door winkeliers om zoveel mogelijk producten te verkopen en de consument te verleiden met extreem lage prijzen. Vandaag was het zover. Toch doen niet alle winkels hier aan mee. Sommigen organiseren juist een tegenactie als stil protest of houden zelfs hun deuren helemaal gesloten. Wij ruimen op is de slogan van de Green Friday actie van Dille en Camille. Als tegengeluid op Black Friday. Sommigen zullen denken dat er een opruiming is in de winkel, maar niets is minder waar. Vandaag ruimen zij afval op van de straat. De winkel blijft gesloten, zowel fysiek als online. Ja, maar niet echt. We hebben de slogan eigenlijk als een knipoog naar de acties die je bij Black Friday heel vaak ziet. De schreeuwerige acties met veel kortingen. En Dille en Camille doet daar niet aan mee. En wij gaan juist opruimen op straat, zwerfvuil opruimen. De welbekende hoge kortingen zijn er tijdens deze Green Friday niet. Dille en Camille wilt wat bijdragen aan het welzijn van de natuur. Dit doen ze door met hun team door de stad te lopen met afvalzakken en prikkers. Omdat we proberen mensen bewust te laten consumeren. Dus ja, de Black Friday is de traditionele wat mensen kennen met kortingen. En wij gaan juist de natuur in en helpen de natuur een handje. Black Friday is natuurlijk een dag waarop bedrijven extra veel omzet kunnen draaien. Toch kiezen Dille en Camille er bewust voor om zowel de fysieke als online winkel te sluiten op deze dag. Dat is een hele bewuste keuze? Dat is zeker een bewuste keuze, ja. Het kost een hele hoop omzet, maar dat hebben we er zeker voor over. Ook Krijg de Kleertjes heeft vandaag een Green Friday deal. Zo mag iedereen 5 items naar keuze mee naar huis nemen. En dat zonder de gespaarde stempels in te leveren. Krijg de Kleertjes is een ruilwinkel. Je kunt hier kleding inbrengen. Wij zoeken dat uit. Het wordt dan gewogen. En voor elk pond krijg je een stempel. En voor die stempel kun je dus weer nieuwe kleding uitzoeken. Ja, vandaag is een hele bijzondere actie. Nagelang de Black Friday hebben wij het omgedraaid. Green Friday. Want dit is gewoon een milieu goed item om te doen. Je merkt het ook aan de mensen hier zo. Ze komen binnen en ze mogen 5 dingen uitzoeken zonder stempels. Ze kunnen alleen vandaag even niet inleveren, maar ze kunnen het wel meenemen. En daar zijn ze heel blij mee. Vanmorgen was het ontzettend druk om 9 uur. En mensen zijn gewoon echt blij.